Goedemorgen gemeente en gasten hier aanwezig, thuis of elders verbonden via de livestream. Hartelijk welkom in deze dienst. Voorganger vanmorgen is dominee H.M. Mulder. De schriftlezing is uit Galaten 3, vanaf vers 13 tot en met 29. En het thema van de verkondiging is: waartoe dient de wet? Verdere mededelingen namens de kerkenraad. Dat betreft de huwelijksafkondiging van broeder Jan Boer en zuster Manar Kamtjarjan. De kerkelijke bevestiging van hun huwelijk zal plaatsvinden op DV zaterdag 5 oktober 2024. Om 14:00 hier in de Pinielkerk. Dominee F.W. van der Ree hoopt deze dienst te leiden. De collecte in deze dienst is voor de slotzang en is bestemd voor het jeugdwerk. De bankcollecte voor de vaste kosten van de kerk graag bij voorkeur maandelijks overmaken op het rekeningnummer van de kerk. We gaan nu zingen de psalm die de kinderen hebben geleerd op een van de scholen, psalm 57, vers 1 en 5. En namens de kerkraad wens ik u en jou een gezegende dienst toe.
Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is, eeuwig leeft en nooit loslaat het werk wat zijn hand begon. Geliefde gemeente, genade zij en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Vanmorgen luisteren we naar wat Paulus schrijft over Gods wet, over Gods geboden. En daarom gaan we de wet op allerlei toonaarden bezingen vanmorgen in de psalmen. En nu dan naar psalm 26, vers 1 en vers 3. We luisteren samen naar de 10 geboden en ook naar de samenvatting die de Heer Jezus geeft. En daarna zingen we uit psalm 19, het vierde vers, over de wet die meer glans verspreidt dan de schepping. Waarom? Omdat zij ons hart bekeert. Psalm 19, het vierde vers. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares,
nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En dat leert ons Christus in een hoofdsom. U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. In ons gemeenschappelijke gebed zullen we een aantal mensen in het bijzonder noemen. We denken aan de familie Naaktgeboren van der Kolk van de Valleistraat 53 en familie Vonk Noordegraaf van der Kolk van de Nachtbouwooglaan 47. Wat een schoonzus van hen is overleden aan de gevolgen van een hersentumor in de leeftijd van 42 jaar. We denken ook aan broeder IJsbrand van Rijn van de Beethovenlaan 3. Hij start 30 september, morgen dus, met een 10-daagse therapie vanwege long-covid. We denken aan zuster Westraten van de Framboos 43. Zij hoopt 3 oktober een knieoperatie te ondergaan. We denken aan broeder Jan Budding van de Cuneraweg, die geopereerd is vanwege de wondbreuk. En deze operatie is geslaagd. Hij verblijft nog wel in het ziekenhuis. We denken ook aan het bruidspaar van komende week, Jan Bor en Manar Kamtatarjan. Zullen we samen tot God gaan? Heren, wat is het een wonder om te beseffen dat u tot ons wil spreken.
Wat is het een wonder dat u deze wereld gemaakt heeft en niet losgelaten heeft. Maar dat u daar waar mensen u de rug toekeerden, hun eigen weg gingen, uw geboden overtreden hebben. Dat u zo vaak kwam met woorden van genade, van woorden van bekering. Dat u zo ver wilde gaan, Vader, dat u uw Zoon gegeven hebt. Dat hij de wet mocht vervullen. En dat u de vloek op hem heeft laten komen. Opdat de zegen over ons mag komen. Heere, wat een wonder. Dank u wel, Vader, dat u dat heeft gedaan. En dat u tot op de dag van vandaag voor ons zorgt. Dat er geen haar van ons hoofd kan vallen buiten uw wil om. Dank u wel, Heer Jezus, dat u de wet heeft vervuld. Dat u geroepen heeft, het is volbracht. Want Heer, als wij die goede geboden van u bezingen en die goede woorden van u op ons in laten werken, dan is dat iets om dankbaar voor te zijn, om het wonder van uw genade in te proeven, maar Heer, we hebben ook ons hoofd te buigen. Want het lukt ons niet om het te houden, Heer. Het legt open wie wij zijn. En daarom maken we ons klein voor u, Heer. Wilt u het ons vergeven? Wilt u ons genadig zijn? En ons ook uit die genade leren leven. Heer, en als we dan straks ook meer gaan horen over uw geboden en over hoe Paulus daarover geschreven heeft aan de Galaten, geef dan dat we dat gedeelte op ons in mogen laten werken. Dat we het als onderwijs mogen ontvangen, maar ook dat het onze geestelijke houding mag bepalen. Heer, wilt u zo uw woord vanmorgen gebruiken om ons te vormen, om ons meer te laten zien van u? Zegent u ons ook als we vastzitten in heilsonzekerheid. Als we blijven twijfelen of we kind van u mogen zijn. Of misschien elke keer terugvallen in wat wij verkeerd doen. Zonder op uw genade te pleiten. Heer, wilt u zijn met de kleingelovigen. Versterk, Heer, wat u heeft gewerkt. Zegent u degene die nog aan het zoeken zijn. Misschien wel jongeren of ouderen zelfs. Die zoeken naar wat uw woord zegt en wat dat betekent. En Heer, verlicht u hun verstand. Opent u hun ogen voor uw woord. En geef dat we het met onze oren mogen horen. En dat het door uw geest gebruikt wordt om ons te vormen. Heer, wees u ook zo bij de ouderen. Als het leven soms zwaar valt. Als we dingen moeilijker kunnen onthouden. Als we afscheid moeten nemen. Als we meer afhankelijk zijn. Troost ons, wees nabij. Geef dat we ons afhankelijk mogen weten van u, die als een vader zorgt. Heere, zegent u ook de jongeren. Help ze bij de keuzes waar ze voor staan. Geef ze kracht. Zegen ze in hun twijfel. Werk in hun hart, opdat zij met vreugde u dienen en voor uw leven. Zegent u ons als we een relatie hebben, of die niet hebben. Help ons als we een intensieve periode doormaken. Zegent u ons met de mantelzorg die verleend wordt. Help ons, Heere, als we zorg dragen voor iemand die dat nodig heeft. Heere, geef ook daarin wat nodig is. En dan weet u, Heere, hoe gebroken het leven kan zijn, hoeveel zorgen er kunnen zijn, hoe zwaar het kan zijn. Maar Heere, wilt u ons dan maar dragen met alles wat wij te dragen hebben. Heer onze God, wij komen tot u op een betrekkelijk rustige plek, in alle vrijheid, en daar zijn we dankbaar voor. Maar Heere, afgelopen nacht zijn er weer bommen gevallen, drones de lucht ingegaan, wellicht ook raketten geschoten. Heere, wat erg. En wat is die vrede van u nodig? En Heere, dan bidden we om uw ontferming over dat wat er rondom Israël en in Israël gebeurd is, gebeurt en wat er ook staat te gebeuren. Werk met uw geest, geef vrede, Heere. En dan weet u, Heere, hoe leiders van Hezbollah, Hamas, de Taliban rond kunnen gaan en zoveel kapot willen maken. Wij leggen het bij u neer, Heere. Geeft u uw vrede en werk ook daar, in die gebrokenheid, met uw evangelie. We bidden u, Heere, voor het project dat we steunen in Pakistan.
Zegent u het project wat daar plaatsvindt. Geef dat het armoede mag bestrijden. Dat het door u gezegend wordt. Dat er kansen zijn om mensen te helpen uit de armoede te komen. Heere, zegent u ook plaatsen als Soedan. Waar er zo weinig is. Waar mensen op de vlucht zijn. Honger lijden. Ontferm u, Heere. En zegent u daarin ook het werk van deputaten diaconaat. Zegent u het werk van diaconale organisaties. Zegent u dat wat we als diakenen en als gemeente mogen betekenen. In onze omgeving en verder daarbuiten. Heere, zegent u ook het kerkelijke leven. Laat uw koninkrijk komen in deze wereld. Zegent u ook de generale synode. Heere, dank u wel voor de energie die de broeders hebben om al die rapporten te lezen, commissievergaderingen te leiden, mee te maken, te rapporteren. Geef uw zegen ook over het vervolg. Heere, wilt u zo ook onze gemeente bouwen? Vanmorgen in deze dienst, maar ook ons nabij zijn in de dingen die we in het bijzonder ook bij u neer willen leggen. En zo denken we aan de familie Naaktgeboren, de familie Vonk Noordegraaf. Heere, 42 jaar was hun schoonzus. En heere, ook al wisten we dat het door die ziekte eraan zat te komen, het is zo heftig om dan bij het graf te staan. De kist te zien dalen. En dan een jong gezin te zien staan daar bij het graf. Heere, woorden schieten dan tekort. En dan danken we, Heere, dat ze gestorven is in de hoop op het eeuwige leven. Dat ze daarvan mocht getuigen. Maar wees u bij de hele familie. Troost u ze. Wees ze in alles nabij. En geef dat uw genade ook opgemerkt mag worden in hun leven. Heere, gaat u ook mee met broeder IJsbrand van Rijn. U weet, Heere, wat hem is overkomen. Hoe hij belemmerd wordt in zijn functioneren. En dan danken we u dat er een deur open is gegaan naar een therapie. Het zal een intensieve therapie zijn, Heere, maar wilt u met hem meegaan? Het is ons verlangen dat het hem gaat helpen en verbetering gaat geven. Zou u dat willen geven, Heere? Zegent u zo IJsbrand, ook Petra en hun gezin. Heere, gaat u ook mee met zuster Weststraten als zij komende week een knieoperatie hoopt te ondergaan? Heere, u kent de gezondheidssituatie van onze zuster. En dan is het toch al spannend. En vragen u, Heere, geef dat ze uw zegen mag ervaren. Uw hand mag opmerken. Geef dat niet alleen aan haar, maar ook aan haar man, aan hun gezin. Geef dat de operatie goed mag verlopen en, Heere, dat er geen complicaties zullen optreden. We leggen dat zo bij u neer, Heere. U wilt toch als een vader ook voor hen zorgen. Heere, we danken u dat onze broeder Jan Budding geopereerd is. Heere, hij zag er naar uit en nu heeft de operatie plaatsgevonden. Geef, Heere, dat het goed mag herstellen, dat de wond dicht mag gaan en dat dat ervoor zorgt dat de pijn ook minder zal zijn. Dat hij weer meer kwaliteit van leven mag hebben. Zegent u hem zo in het ziekenhuis, zegent u hem samen met Hetty zijn vrouw en hun gezin. Heere, ontfermt u zich ook over het bruidspaar van komende week. Zegt u Jan en Manar, geef dat ze met vreugde mogen heen leven, ook naar de kerkdienst. En dat ze die dag, die dienst ook uit uw hand mogen ontvangen. En onder uw zegen samen verder mogen leven. Heer onze God, zo leggen we ons leven in uw handen. Want wij zijn klein en u bent groot en almachtig en trouw. En zou u met uw macht en uw liefde en genade in ons en door ons heen willen werken, omdat wij u eren met onze mond, met ons hoofd en met ons hart. Want u bent het waard, Heere, te ontvangen alle lof, alle dank en alle eer tot in eeuwigheid. Om Jezus wil. Amen. Jongens en meisjes, heel fijn om jullie vanmorgen in de kerk te zien. Ik heb weer een plaatje meegenomen voor op de beamer. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, als je er naar kijkt, weet jij wat het is? Als je het weet, mag je je vinger opsteken. Wat is dit nu? Het ziet er een beetje steriel uit, het is wit, schoon, ja. Wat zou dit nou precies zijn? Hoe moet je dit nou noemen? Ja, zeg het maar. Een scan, ja, een MRI-scan. Een scan in het ziekenhuis. En stel je voor dat je bij de dokter komt. En de dokter die onderzoekt je en zegt, ja, er moet meer gebeuren. Dan kan het gebeuren dat er een scan gemaakt wordt.
Want ja, de dokter die kan natuurlijk op je huid kijken en een beetje aanvoelen hoe het zit. Maar met zo'n scan kijk je helemaal binnenin jou. Nou, zo werkt zo'n scan in het ziekenhuis. En eigenlijk gaat het bij de wet ook zo. De wet waar Paulus vanmorgen het over heeft, waar we over gaan lezen. Hij zegt eigenlijk, dat is al zo'n scan. Wij kijken van buiten naar elkaar. Maar die scan, de wet, die kijkt als het ware tot diep in ons hart. Hoe het er van binnen voor staat. Dat is ontdekkend. En scherp. Maar het brengt ons, als het goed is, bij de Heer Jezus. En daarom is het ook fijn en goed. Zullen we samen erover gaan lezen? Galaten 3. We vervolgen dus onze serie. Galaten 3 vanaf vers 13 tot en met 29 lezen we. En als we dat gelezen hebben, dan zingen we ook met het oog op de Heer Jezus uit Psalm 40 vers 4. Leest u met mij mee. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan een hout hangt. Opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen. En dat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof. Broeders, ik spreek op menselijke wijze. Zelfs een verbond van mensen dat rechtsgeldig is geworden, stelt niemand terzijde of voegt daar iets aan toe. Wel nu, zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn nageslacht gedaan. Hij zegt niet, en aan de nageslachten, alsof er sprake zou zijn van velen, maar van één. En aan uw nageslacht, dat is Christus. Dit nu zeg ik, het verbond dat eertijds door God rechtsgeldig was gemaakt, met het oog op Christus, wordt door de wet, die na 430 jaar gekomen is, niet krachteloos gemaakt om de belofte teniet te doen. Want als de erfenis uit de wet is, is zij niet meer uit de belofte. Maar aan Abraham heeft God die door de belofte genade geschonken. Waartoe dient dan de wet? Zij is eraan toegevoegd omwille van de overtredingen. Totdat het nageslacht zou gekomen zijn aan wie het beloofd was. En zij is door engelen in de hand van de middelaar beschikt. En de middelaar is niet middelaar van één partij, maar God is één. Is dan de wet in strijd met de belofte van God? Volstrekt niet. Want als er een wet gegeven was die in staat was leven te maken, dan zou de gerechtigheid werkelijk uit de wet zijn. Maar de schrift heeft alles onder de zonde opgesloten, omdat de belofte aan de gelovigen gegeven zou worden door het geloof in Jezus Christus. Voordat het geloof echter kwam, werden wij door de wet bewaakt, als gevangenen opgesloten, totdat het geloof geopenbaard zou worden. Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een leermeester, want u bent allen kinderen van God, door het geloof in Christus Jezus. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek. Daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije. Daarbij is het niet van belang dat men man of vrouw, man is of vrouw. Want allen bent u één in Christus Jezus. En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen. Tot zover.
Gij volk uit Abraham gesproten, dat zoveel gunsten hebt genoten. Gij Jacobs kinderen, die de Heer heeft uitverkoren, meld zijn eer. Dat en meer zingen we uit Psalm 105 na de verkondiging. Psalm 105, het vierde en ook het 24ste vers na de verkondiging. Het thema voor de preek ontleen ik aan de vraag die Paulus stelt in vers 19. Paulus stelt aan het begin van vers 19 de vraag: waartoe dient dan de wet? Dus het thema voor de preek is: waartoe dient de wet? En dan haal ik er drie punten uit vanmorgen. We kijken allereerst naar ontdekkend, vervolgens sturend en de derde plaats naar verbindend. Nou, dat ontdekkend, het begin van vers 19. Want dan stelt Paulus eerst de vraag: waartoe dient dan de wet? En zegt hij erachteraan: zij is eraan toegevoegd omwille van de overtredingen. Dus het ontdekt je aan de overtredingen. Het tweede is dus sturend, het begin van vers 24. Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus. Stuurt ons naar de Heer Jezus toe. En derde plaats verbindend, nou onder andere vers 26a. Want u bent allen kinderen van God. Nou, dat is echt verbonden met God. En ook het einde van vers 28. Want allen bent u één in Christus Jezus. Dus waartoe dient de wet? Die is ontdekkend, sturend en verbindend. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, ouderen en jongeren, u vanmorgen hier in de kerk en u als u op afstand verbonden bent. Ja, het is ongeveer 3 jaar geleden. We woonden nog niet zo lang in Veenendaal. En op een goede zondag mocht ik preken in de kleine gemeente in Den Bosch. Kleine gemeente, vakant, en het is mooi om dan die te kunnen dienen. Ik pakte de auto en reed op mijn gemak zo langs de Pniokerk hier, over de N233, richting Renen, richting de A15 naar Den Bosch. En had ik gepreekt al dezelfde weg weer terug. En het gebeurt niet vaak, maar naar aanleiding hiervan kreeg ik een brief per post. Als er wel eens iets komt, is het vaak via de telefoon of via de mail. Maar deze keer kwam er iets in de brievenbus. Ik deed de brievenbus open en ik zag het al op de envelop. C-J-I-B. En degene die niet weet wat dat is, dan is dat fijn. Maar het betekent dus het Centraal Justitieel Incassobureau. Ik had een boete. Want ja, wat ik nog niet goed wist, is dat je als je op weg gaat richting Renen en over die provinciale weg rijdt, dat je dan op een gegeven moment een stoplicht krijgt. En ja, daar staat een flitspaal bij, oké. Maar het was gewoon groen. Maar ik reed op provinciale snelheid door en ik had dat bord met 60 niet gezien. En dan werd ik dus aan herinnerd. Ik heb de regels overtreden. Ik deed het eigenlijk niet eens bewust. Maar ja, om mij in het gareel te houden en misschien u ook, hebben we in Nederland van dat soort borden en regels en zelfs flitspalen. En nee, dat voelt niet altijd fijn. Want ja, als je je dan niet aan de regels houdt, dan hoor je het. Kijk, ik heb nog geen bericht gehad van het CEIB, een brief. Beste meneer Mulder, u bent nu 50 keer op een keurige snelheid langs de flitspaal gekomen. De wijkagent is ook nog niet bij mij op bezoek geweest en heeft me verteld: u rijdt echt keurig. Nou ja, je hoort het alleen als het je begrenst, als je het fout doet, als je het overtreedt. En wetten en regels, ja, zijn misschien nodig. Maar ja, vinden we het altijd leuk? Zorgt dat ervoor dat we het ook van harte doen? Stel dat u daar zou rijden op die provinciale weg. Het stoplicht staat nog op groen. U voelt het zou zomaar eens oranje of rood kunnen worden. En als die flitspaal er dan niet zou staan, zou je dan met 60 er keurig rijden? Of toch wat harder gaan? Regels en Nederlanders. Tja, regels zijn er wel en ze zijn ook nodig, dat beseffen we. Maar het is ergens ook wel wat ingewikkeld.
Want regels die zorgen er soms juist voor dat je het toch wil doen. Stel je voor, jongens en meisjes, dat jullie achter in de tuin een kist hebben staan. Is daar neergezet. En je ouders die zeggen, je mag niet in die kist komen. En wat ga je dan doen? Dan ga je afvragen, waarom mag ik niet in die kist komen? Wat zou er in die kist zitten? Dan loop je er nog eens over omheen. Hoe zou ik er toch in kunnen kijken? Om uiteindelijk het misschien toch wel even te doen. Wetten, regels, ze zijn nodig, maar ergens... Ja, het is niet automatisch dat we als robots gehoorzamen. Maar waar dienen die wetten dan voor? Waar zijn ze dan voor nodig? Ja, dat is ook de vraag die Paulus hier naar voren brengt. Die waarschijnlijk ook leeft bij de Galaten. Al die geboden, Gods wetten, waartoe dienen die dan? Wat is het doel er nou van? Ja, dan is het wel belangrijk dat we, als we die vraag op ons in laten werken, en de uitwerking daarvan, dat we beseffen dat Paulus een redenering volgt. Ik begrijp goed, als je zegt gelaten is niet makkelijk, dan klopt dat. Maar probeer het even te volgen. Want je merkt in ieder geval vanaf vers 15 dat Paulus een hele andere toon aanslaat. Weet je nog van vorige week? Dwaze gelaten, zijn jullie gek geworden? Maar hier gaat hij wat uitleggen. En dan in vers 15, dan noemt hij ze broeders. En hij zegt dan eigenlijk dit. Laat me een voorbeeld voor jullie gebruiken. Over een testament staat in onze vertaling verbond. Je kunt het op beide manieren vertalen. Hij zegt, stel hè, dat iemand nou een testament heeft geschreven. Dat ligt vastgelegd bij de notaris. En dan komt er iemand anders binnenlopen en die zegt, nou ik wil het testament wel aanpassen. Kan dat? Nee, tuurlijk niet. Want dat testament staat op naam van die persoon, die heeft het vast laten leggen en dat mag je niet wijzigen. Dat staat vast. Nou zegt Paulus, zo werkt het dus ook. God heeft een testament gegeven aan Abraham en aan Abrahams nageslacht. En dat kun je dus niet aanpassen. Die belofte, dat verbond, dat testament, dat was er, zo schrijft Paulus, 430 jaar... voor de wet. Dus die wet die kwam later. Die wet die is gekomen. Kan die wet die later is gekomen nu het testament aanpassen, de belofte van God? Kan hij het aanpassen? Nee, zegt Paulus, dat kan niet. Want dat heeft God vastgelegd. Die wet die kan dat verbond, die belofte niet aanpassen. Dat past niet. Die belofte staat. En hoe word je nou een erfgenaam van Abraham? Is dat op de manier van het houden van de wet die veel later gekomen is? Of is dat door te geloven, door bij het verbond te horen, door bij die belofte te omarmen? Dat is door die belofte te omarmen. Dat is niet door de wet te houden, dat niet. Zeker niet, daarom niet. Maar als je dus gered wordt door het geloof, dan komt het dus doordat je die belofte van Abraham, dat testament, omdat God dat vast heeft laten staan, en niet omdat je de wet zo goed houdt. Die wet, nee, die maakt je niet zalig. Maar blijkbaar moesten de gelaten dat horen. Maar dan komt natuurlijk wel de vraag boven. Als je dan niet gered wordt door die wet, maar door de belofte, door het verbond van God, wat heb je dan nog aan die wet die gegeven is? Wat moet je daar nou mee? Moet je die dan aan de kant zetten? En nu geloven we in Jezus, nu hebben we die geboden niet meer nodig. Nee, dat zegt Paulus dus ook niet. Die wet heeft betekenis, die wet heeft een doel. Hij zegt in vers 19, die wet is eraan toegevoegd, die is erbij gekomen. Er waren in Joodse kring mensen die zeiden, die wet was van eeuwigheid. Al bij de schepping was die wet er. Nee, zegt Paulus, Gods belofte was er eerst en die wet is erbij gekomen. Waarom? Vers 19, omwille van de overtredingen. Vers 22, maar de schrift heeft alles onder de zonde opgesloten. De Romeinen moeten dit ook leren, staat in Romeinen 5 vers 20. De wet echter kwam er nog bij, opdat de overtreding zou toenemen. Waarom is de wet er dus bijgekomen? Zodat onze zonden zouden toenemen.
zodat je erachter komt hoe het met je gesteld is. En dan ben ik dus bij het voorbeeld wat ik net al aan de kinderen gaf. Dat de wet een scan is. Kijk, wij kunnen soms het gevoel hebben, er mankeert iets. Er zit iets niet lekker. Je gaat naar de dokter stuurt je door. En uiteindelijk word je misschien wel onder de scan gelegd. En die scan die kijkt, hoe is het nu diep bij jou van binnen? Hoe staat het ervoor? Nou, zo wil de wet van God, zegt Paulus, een scan zijn die bij jou van binnen kijkt. Een scan kan je niet genezen. Een scan die legt open wat er mis zit. Een scan zorgt niet voor herstel. Maar die maakt duidelijk wat er aan scheelt. Nou, zegt Paulus, zo heeft God de wet gegeven, zodat wij zien wat er bij ons van binnen aan scheelt. Dat je erachter komt, ik ben ongeneeslijk ziek. Dat die zonden niet alleen maar iets zijn van buiten, dat doe je, dat is zichtbaar. Maar dat dat van binnenuit komt. Vanuit je hart opborrelt. En de bedoeling is, zegt Paulus, dat je deze wet, die scan, op je af laat komen. Dat je de uitslag hoort. En dat je diep beseft, ik kan mezelf niet redden. Hoe goed ik die wet ook hou, ik red mezelf niet. Ik kan mezelf niet rechtvaardig maken voor God. Dat is de redeneerdrand die Paulus heeft. Dus nogmaals, die scan legt alles open, maar die maakt je niet beter. En dat is dus voor ons ook een inzicht. Zonde zit binnen in ons. Het is niet een macht die het er even uit kan snijden en zeggen, nou, aan de kant. Het is niet iets waarvan je zegt, weet je, nu ik in Jezus geloof, gaat alles voor de wind. Nee, Paulus die zegt, God heeft die wet gegeven. Die scant ons allemaal. Zodat je beseft, ik ben zondaar. En zodat je een remedie gaat zoeken, zodat je niet denkt van nou, ik poets het wat op en dan ziet het er netjes uit. Maar die wet die brengt ons zo ver dat je zegt, ik kan niet anders dan naar de Heer Jezus toe gaan. Ik heb een verlosser nodig. En je kunt je afvragen, hebben Gods geboden nou zo gewerkt? Ik denk dat er mensen zijn die daardoor dat zijn gaan beseffen, ook in het Oude Testament. Maar tegelijkertijd kan het soms ook maar iets zijn waarvan je zegt, ik schuif het maar vooral een beetje van me af. Want die wet houden, dat ligt ons blijkbaar wel. Zodat je maar niet geflitst wordt, zodat je geen CEIB-papieren krijgt, zodat je denkt, nou, ik red het wel. Nee, Paulus die zegt, als je nou kijkt naar die geboden, dan wil het je duidelijk maken, jij redt het nooit. En broeders en zusters, blijkbaar moet dit uitgelegd worden in Galaten, in Romeinen, omdat mensen dat toch niet goed begrijpen. Omdat ze misschien wel geestelijke zorgmeiders zijn. En ik snap best dat we heel graag van buiten willen laten zien dat het netjes is. Dat wil ik ook. Maar het kan er ook voor zorgen dat als je dan kijkt naar Gods scherpe geboden, dat je dan denkt, ja, maar die moeten mij niet scannen. En die mogen best wat zeggen over mijn uiterlijk. Maar om die mij nou te laten scannen, zodat openkomt wat er echt bij mij van binnen ligt, dat wil ik niet. Broeders en zusters, de vraag is dus, laten wij zo'n scan van ons leven maken? Dat je het zo op je af laat komen en dat je beseft, als God mij oproept om hem lief te hebben met heel mijn hart, heel mijn ziel, heel mijn verstand, al mijn kracht, dat ik dat niet red. Dat ik nooit die maatstaf haal. Dat ik mezelf nooit kan redden. Dat dat zonde is. En dan kunnen we het vanmorgen heel concreet maken. Naar wat je kijkt, naar waar je neigt, wat je doet, wat je zegt. Maar het gaat dus vanmorgen vooral over dat dat ontdekkend is. Zodat je je zonde gaat zien. Is dat leuk? Nee. Maar wel heilzaam. Tenminste, als er in uw auto een waarschuwingslampje gaat branden. Geen gele, geen oranje, maar een rode.
Dan betekent dat stoppen, niet verder rijden, want er is reparatie nodig. Nou, dan ben je toch dom als je uit je dashboardkastje een rol ducttape pakt. Je haalt er een stukje vanaf en je plakt die gewoon over dat lampje heen. Zo, zie er niks meer van. Nee, dan is het de bedoeling dat je er actie op onderneemt, zodat er reparatie plaatsvindt. Dus die wet, die ontdekt ons, de scan laat iets zien, zodat we allemaal beseffen. Oh wacht, we kunnen wel heel vroom lijken, keurig naar de kerk gaan. Maar ja, ik ben een zondaar. Doodziek van mezelf. Maar dat is niet alles. Als dat het enige zou zijn waar u vanmorgen mee de kerk uitgaat, dan gaat het mis. Want die wet is ook sturend. We zijn bij het tweede. Dus die wet is ontdekkend, doet pijn, heftig. Maar die wet die stuurt en bewaakt ook mensen. In vers 24 gebruikt Paulus het woordje leermeester. De ouderen zullen dat woordje wat in de Statenvertaling staat ook wel kennen. Tuchtmeester. In het Grieks staat daar pedagogos. Daar komt ons woordje pedagoog vandaan, maar het is niet een leraar of iets dergelijks. Hier bedoelt Paulus het beeld van een slaaf. Meestal was het een slaaf. En die slaaf die had een hele speciale taak. Niet om jongeren les te geven, maar om ze orde en tucht en discipline bij te brengen. En stel je voor, jongelui, dat jullie in die tijd geleefd hadden. Je had rijke ouders. Dan zou het zomaar kunnen dat er een slaaf was aangesteld als tuchtmeester voor jou. Een pedagogos. En wat deed die tuchtmeester dan? Nou, die zorgde ervoor dat jij op tijd uit bed ging. Die begeleidde jou op weg naar school, zodat je onderweg geen kwade dingen zou uithalen. Dat je niet zou gaan spijbelen. Die zorgde ervoor dat jij je huiswerk ging maken. Die tuchtmeester, dat was iemand die ervoor zorgde dat jij je aan de regels hield. Die tuchtmeester was dus geen leraar, maar een soort bewaker. Nou, zegt Paulus, de wet is ook zo'n soort tuchtmeester, zo'n soort bewaker. In vers 23 lijkt hij ook al zoiets te zeggen. Voordat het geloof echter kwam, werden wij door de wet bewaakt, als gevangenen dus opgesloten, in bewaring gehouden, in een soort gevangenis. En zo is de wet, zo moet je die dus zien, als een pedagogos, een bewaker die je op de goede weg brengt, de goede kant op laat gaan. Kun je ook voorstellen, toch? Het volk Israël, bevrijd uit Egypte, door de woestijn naar het beloofde land. Dat Egyptische gedachtegoed zit helemaal in hun vezels. Het is niet automatisch dat ze God willen dienen. Maar er zit van alles, van afgoderij en verkeerde neigingen in ze. En dan komen ze in Canaan met al die andere afgoden. En wat die andere goden hebben gegeven. Ja, dan kun je je voorstellen, dat gaat niet goed. En zo geeft God de wet als tuchtmeester. Van deze weg gaan. Die kant op. Nou, nu is het doel van alle wetten en geboden die we in de wereld hebben, om mensen te sturen, ze in het gereel te houden. Maar bij God zit er nog een dieper doel achter. Want die pedagogos, die bracht de kinderen dus van huis naar school. Hij zorgde ervoor dat ze op de bestemming kwamen waar ze moesten komen. Zo wil de wet onze pedagogos zijn. God geeft ons de wet om ons te ontdekken aan wie we zijn, open te leggen, maar dan ook om ons te leiden naar Jezus. Naar de Heer Jezus Christus. En Paulus die bespreekt het dus met de gelaten. Mensen die tot geloof gekomen zijn. Hij noemt ze allen kinderen van God. En Paulus die zegt, als God de wet nou zo gegeven heeft, om ons te ontdekken aan onszelf, dat we onszelf niet kunnen redden, en om ons als tuchtmeester bij de Heer Jezus te krijgen, dan moet je daar niet in terugvallen. Dan moet je niet doen alsof je zegt, ik wil vooral leven onder die tuchtmeester. Alsof die tuchtmeester geen doel heeft. Alsof die tuchtmeester je niet naar de Heer Jezus wil brengen. Alsof die tuchtmeester op zichzelf staat. En broeders en zusters, hoe is dat nou bij ons
Als God zijn geboden geeft om open te leggen wie je bent en om je te leiden naar de Heer Jezus, mag u daar dan ook komen? Bent u daar dan ook? Of zou het zomaar kunnen zijn dat je ergens wel gelooft in de Heer Jezus? Dat je zegt, ik hou van hem omdat hij eerst van mij hield. Maar dat als het gaat over het geloof en het leven met de Heer, dat je dan altijd eigenlijk maar weer de wet, Gods geboden, ziet als een soort tuchtmeester, zonder dat je bij de Heer Jezus komt. Dat je alleen maar denkt, ik doe dit niet goed. Ik heb dat niet goed genoeg gedaan. Dat had beter gemoeten. En wat ben ik toch slecht. En als het zo is met mij, dan is het niet echt. Als dat uw redenatie is, en het brengt u niet bij de Heer Jezus, dan mist u het allerbelangrijkste. Dan is het alsof u terugvalt in het verleden. Alsof u verlangt naar het oude. Alsof de Heer Jezus niet er geweest is. Misschien nog een voorbeeldje. Ik kwam een voorbeeld tegen, jongelui, van de brandweer. Nou, op een gegeven moment is er ergens brand. Er wordt alarm geslagen. De brandweer wordt opgeroepen. En ze gaan samen, rukken ze erop uit. Ze pakken hun fietsen, emmers achterop. Ze gaan naar de brand, lopen naar de sloot, vullen hun emmers met water. En maken zo een rijtje en proberen de brand te blussen. Het lukt niet echt. Het huis fikt volledig af. En na afloop komt de leidinggevende naar de brandweer hier in Veenendaal toe. En die zegt, beste mensen, jullie hebben hier een hypermoderne spuitwagen staan. En jullie gaan op de fiets. Jullie werken met emmers terwijl je gewoon kan spuiten. Dat is toch raar. Je leeft toch niet zoveel eeuwen terug. Nou ja, het zou toch gek zijn als jullie huis in de brand staat en de brandweer rukt uit met fiets en emmers en gaat water uit de sloot halen met die emmers. Om jullie huis te blussen. Dan denk je toch, hallo. Nou, dat is eigenlijk wat Paulus hier ook zegt. Wat jullie nu doen, jullie doen alsof er iets beslissends niet geweest is. Die wet die wil ons brengen bij de Heer Jezus. Daar moet je zijn. En dat is waar we moeten komen. Als je alleen maar in het gereel gehouden wordt, dat is het niet. Een gelovige, die mag toch leven uit genade. En misschien zeg je, maar als gelovige, heb ik dan die wet dan nog wel nodig? Is het allemaal nog wel zo belangrijk om hierbij stil te staan? Een andere zegt misschien, ja, het is toch ook belangrijk om regels te hebben. Om soms heel duidelijk te zijn. Ja, broeders en zusters, laten we als we denken over Gods geboden helder kijken naar hoe komen die geboden op je af. Want het maakt nogal verschil of Gods geboden op je afkomen als een tuchtmeester en je bent een kwajongen en je wil wegrennen. Of dat je Gods geboden doet uit dankbaarheid. Als je de vaatwasser voor je moeder uitruimt, dan maakt het echt een verschil of je dat doet omdat zij het zegt en met zo'n gezicht. Want ja, het moet nou eenmaal. Of dat je zegt, ik hou van u maar en ik doe het uit liefde voor u. Met een lach. Het is zo lekker gekookt. Dan doe je hetzelfde, die vaatwasser uitruimen, maar het maakt wel verschil hoe. Dat is heel belangrijk. En Paulus die zegt dus, de Heer Jezus is gekomen. En dan mag je op een andere manier ernaar gaan kijken. En heeft dan de wet afgedaan? Ja en nee. Ja op de manier van de tuchtmeester. Maar nee, want de geboden zijn er. En Jezus heeft de bergrede uitgesproken. En Paulus geeft geboden in zijn brieven. Dus die geboden zijn er, maar wel met een doel. Zodat we de Heer Jezus in het oog hebben en houden en in dankbaarheid dicht bij me blijven. Broeders en zusters, als we kijken naar Gods geboden en we beseffen dat het openlegt wie we zijn, maar ook dat het ons bij de Heer Jezus wil brengen, mag het ons vanmorgen dan ook daar brengen. Misschien twijfel je al wel een tijdje
Ben ik wel goed genoeg? Misschien denk je al een tijdje na. Wil ik wel geloven of niet? Dan zijn het Gods geboden die zegt, je redt het in jezelf nooit. Dan zijn het Gods geboden die zeggen, maar ik wil je bij de Heer Jezus brengen. En dan kom je daar, ja hoe? Als iemand die geen recht heeft. Maar dan kom je daar bij God die zijn geboden gegeven heeft. En die je daarmee als het ware naar zichzelf toe duwt. En naar je zich toe trekt. Omdat die scan maakt dat je een remedie zoekt. God de Vader, God de Zoon, God de Geest. Die werken zo om jou en mij aan zijn hart te drukken. Broeders en zusters, heeft de Heere u al aan zijn hart gedrukt? Het is toch een wonder dat Hij u, jou en mij naar zich toe wil trekken. En dan moeten we de tijd dus niet terugdraaien. Dan moet je dus niet in de valkuil vallen dat je het zelf weer wilt doen. En dat kan heel, heel onder de oppervlakte zitten. Dat je het zelf niet doorhebt, maar dat je stiekem toch een beetje bezig bent alsof de wet je niet bij de Heer Jezus brengt. Want dan zit je in de kerk vooral. Oh, de preek raakt me soms wel eens. Check. Ja, ik ben er ook niet helemaal los van. Check. Ja, ik voel me ook wel schuldig. Ja, soms heb ik het gevoel dat het goed zit. Waar ben je dan mee bezig? Zou het dan kunnen zijn dat je ermee bezig bent met de wet te houden? Maar broeders en zusters, als je die wetten probeert te houden, besef dan, het is een weg van 500 kilometer met om de 100 meter een stoplicht. En als je en niet al die stoplichten staan op groen. Als er eentje op rood staat, kom je niet bij het einde. De wet van God wil ons brengen bij de Heer Jezus voor het eerst. Maar ook dat we daar vanmorgen ons verbonden mee weten. En dan zijn we dus bij het derde. De wet is ontdekkend, sturend, maar uiteindelijk ook verbindend. Want dan zegt Paulus in vers 26, want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Allen. Vlak daarvoor zei je nog, dwaze gelaten, zijn jullie gek geworden? En onze broeders, dan zegt u, allen ben kinderen van God. Jullie dwalen misschien, beïnvloed door dwaalleer, verkeerde gedachten over het geloof. En de wet snijdt. Maar je bent kind van God. Is dat misschien de boodschap van morgen? Dat je altijd maar aanhikt tegen wat jij verkeerd doet. Maar dat je nu mag zien dat het doel van die wet is dat God zegt, je bent mijn kind. Je bent van mij. Ik, zo schuldig. Ja, Paulus die zegt hier, allen. Ja, dat durft hij blijkbaar te zeggen. Zo letterlijk durf ik dat niet over te nemen. Maar misschien mag het wel een herinnering zijn van, hoe leeft u? Dit is Paulus' herinnering aan die gemeente van, hoe leeft u? Leeft u als mensen die het allemaal moeten doen? Met zo'n gezicht, of misschien wel lachend, maar... Of merkt u, en verwondert u zich... Dat u, terwijl u makkelijk in dwaling valt, terwijl u zo slecht bent, dat God zich wil verbinden met u. Hij zegt, kom. En dat de Heere vanmorgen tegen u, jou en mij zegt, jij bent van mij. Je bent mijn kind. Niet mijn slaaf, maar mijn kind. En dat je als het ware in de bank vanmorgen gewoon helemaal mag overgeven en zeggen, Heere, dat is wat ik wil. Dat is wat ik niet verdien, wat ik nodig heb. Paulus die zegt, weet je wel hoe rijk je bent in de Heer Jezus? Je mag zijn kind zijn. En dan kom je misschien wel als de verloren zoon. Ik ben het niet waard om uw kind te zijn. Maak me als een dagloner. Nee, ik ben het niet waard. Maar ik kom erachter dat ik het niet kan verdienen, niet hoeft te verdienen, maar dat ik bij God mag komen. Schuldig, zondig.
En dat ik vanmorgen opnieuw mag horen. Hij wil mijn zonde wegdoen. Mijn Heer Jezus, de vloek. En ik, de zegen. Ja, broeders en zusters, als één ding duidelijk mag worden vanmorgen, is het dit. Als uw zondigheid u niet aan de voeten van de Heer Jezus brengt, dan mist u het hart van God, de liefde van God. Want Jezus ontvangt zondaars en eet met hen. Ja, dan is dat dus iets machtigs. Wat God belooft en ik geloof het. En dan verbindt dat ons ook echt met elkaar. Er is ken legt open dat we allemaal zondaren zijn. Maar Paulus die gaat er nog even op door in vers 28. Want hij zegt, daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek. Slaaf of vrij, man of vrouw. Ja, die onderscheidingen doen er niet meer toe. Deze dingen gebruikt Paulus omdat er een gebed was, wat een Joodse man 's ochtends kon bidden. Ik weet niet hoe u mannen opgestaan bent vanmorgen, maar ik verwacht niet dat u God gedankt heeft met de woorden: Heere, dank u wel dat ik niet wakker geworden ben als een heiden, dat ik niet wakker geworden ben als slaaf en dat ik niet wakker geworden ben als vrouw. Tja, opmerkelijk gebed, maar het was echt een gebed in die tijd. En Paulus die zegt, het maakt niet uit of je Jood bent of heiden, of je slaaf bent of vrij, man of vrouw. Dat maakt niet uit. Daar waar we komen, waar de wet ons wil hebben, dan kun je een senior zijn of een junior, maar dan zit op hetzelfde niveau. Dan kun je ervaringsdeskundige zijn of beginneling. Maar dan is het daar waar we samen zijn in de naam van Jezus. Daar waar we samen leven van genade. Daar waar we samen leven naar die grote toekomst. Want ja, de Heer Jezus, die wil ons verbinden met Hem, met elkaar. Maar dan mag geloven ook iets van verbonden zijn met de toekomst. Dat is wat hij in vers 29 zegt. En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht, overeenkomstig de belofte, erfgenamen. Je hoort dus bij dezelfde familie. En dan ben je dus erfgenaam. En weet je wat geloven dan is? Weet je wat het dan is? Als je dan vanmorgen weer mag beseffen, ja, de Heere is mijn vader. Ik ben zijn kind. Jezus is mijn verlosser. Dan bent u vanmorgen als het ware aan het verspieden. Weet jullie wat een verspieder deed? Een verspieder die ging het beloofde land in. En die ging daar kijken hoe het was. Alles in zich opnemen, iets van proeven, luisteren, om een indruk te hebben van hoe het daar is. Maar broeders en zusters, is dat ook niet wat de wet ons laat zien? Want de 10 geboden die staan zo verwoord, hè? U zult niet. Zit daar niet de belofte in? Dat de Heere zegt in de 10 geboden, straks zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Straks volmaakt, dan zal er niks meer zijn wat in je hart naar boven komt, wat groter is dan God. Straks zal er niets meer zijn wat het zicht op hem belemmert. Straks mag je hem zien zoals hij ons ziet. Straks zal er helemaal niets meer zijn wat ons hindert om hem te dienen. Straks zult u de naam van God niet ijdel, niet leeg gebruiken. Nee, dan zul je niet meer iets in hoeven te slikken. Dan zul je niet meer soms zeggen van, wat een fout. Maar dan mag je hem eren. Volmaakt. Zoals God het bedoeld heeft. Dan zegt God, u zult niet doodslaan. Nu een gebod, straks een belofte. Dan is er geen dood meer. Dan zal er geen gedachte meer bij je boven komen, waardoor je een ander wel de nek zou willen omdraaien. Dan kunnen blikken niet meer doden. Is er geen dood, verderf, geen tranen, geen pijn. U zult niet meer doodslaan. U zult niet begeren. En dan zul je nergens meer tegenaan lopen. Dan zal je hart niet meer uitgaan naar die andere vrouw. Naar het huis. Naar wat je naaste heeft. Dan zal je niet meer jaloers zijn. Broeders en zusters. Als God zo werkt. Dan is die wet
voor mij ontdekkend. Want het legt bloot wat er bij mij van binnen leeft. Maar wat een zegen dat hij mij stuurt als een pedagogos naar de Heer Jezus. En als ik dan verbonden zijn, mag zijn aan hem. En aan u en aan elkaar. Dan zijn we verbonden aan die erfenis. Die eenmaal in volmaaktheid komt. En dan is die verbinding vanuit onze kant nu nog in gebrokenheid. Maar die verbinding zal nooit van zijn kant verbroken worden. Maar zullen we eenmaal volmaakt mogen ervaren. Gij volk uit Abraham gesproten, dat zoveel gunsten hebt genoten. Gij Jacobs kinderen die de Heer heeft uitverkoren. Meld zijn eer. Amen. Zullen we samen tot God gaan. Heren, wij komen tot u. Omdat u de weg gebaand heeft, komen wij met vrijmoedigheid. Want heren, wij hebben in onszelf geen recht. Het ontdekt ons, heren, aan onze zonde. Als we kijken in de spiegel van uw wet. Als die scan ons doorlicht. En heren, dat doet pijn. Geef dat niemand van ons dan maar wegblijft bij die scan. En dat we dus ons eigen leven maar een beetje oppoetsen. Heere, wil geven dat die wet ons als de tuchtmeester bij u brengt. Duw ons maar. En trek ons maar. Want vanuit onszelf, Heere, redden we het niet. En zoeken we onszelf niet. En Heere, dan weet u dat we ook zo makkelijk, net als die gelaten, net als de Romeinen, terug kunnen vallen in een stukje wetticisme. Dat we denken het te kunnen verdienen. Heer, opent u onze ogen ervoor als we te veel kijken naar
onszelf en wat wij hebben en kunnen en vinden. Geef dat we u mogen zien. En dat die verbinding met u er is. Als die er nog niet is, Heere, laat ons opnieuw geboren worden. En als we eraan twijfelen, Heere, geef dat we zekerheid vinden van ons geloof in u. En werk zo met uw geest in ons, dat die geboden van u niet iets zijn om bang van te worden, maar dat we het uit dankbaarheid mogen doen. Met vreugde. Omdat we beseffen dat dit de goede weg is. En dan falen we en dan vallen we. En Heer, dan zijn die geboden toch altijd weer een spiegel die ons pijn doet. Maar dank u wel. Dat er dan toch ook iets verbindends in zit. Dat die erfenis die u heeft klaargelegd voor iedereen die in u gelooft. Heer, wilt u geven dat we zo mogen verspieden. Vooruit mogen kijken, verlangen naar dat heerlijke wat eenmaal komt. Dank u wel, Heer, dat u dat weglegt voor die mensen in Galaten. Maar ook voor mensen in Veenendaal vandaag. Geef uw zegen zo aan ons allen persoonlijk. Geef dat we mogen weten dat de vloek op u is gekomen, Heer Jezus. En dat die zegen op ons komt. En Heer, dan vragen wij, wilt u door uw geest zo in ons werken, dat we met u leven en uw weg volgen. Heer, kneed ons zo en vorm ons. En geef dat niemand van ons zal hoeven schrikken als we eenmaal voor u verschijnen. Maar dat we met vreugde verder mogen. In dankbaarheid. Verwondering. Heer, geef ons zo ook wijsheid in het delen van de dingen met elkaar. Zegent uw ouders, zegent uw grootouders, zegent u ons als we alleen door het leven gaan. Geef, Heer, dat er in de gemeente een verbinding mag zijn met u, maar daardoor ook met elkaar. Zodat we met elkaar de hoogte, de breedte, de diepte en lengte van wie u bent en van uw genade mogen zien en mogen aanbidden. Heer, u weet, als er blokkades zijn onderling, wilt u daarin voorzien, Heere. Opdat het niet uw naam lastert, maar opdat we de weg mogen gaan en dicht bij u blijven. Heere, leid ons zo en geef een goede zondag in alle aspecten van het leven. Geef ook vanmiddag weer een goede dienst. Wij vragen het niet om iets in ons, maar om Jezus wil. Amen. We mogen onze gaven geven en daarna zingen we zo mogelijk staande onze slotzang, Psalm 103, vers 9 en 11.
ontvangt u biddend de zegen van de Heere. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.